De situatie met betrekking tot de enorme wateroverlast in Suriname is in de afgelopen 50 jaren niet veranderd, meent minister Riyad Noor-Mohamed van Openbare Werken. Tijdens een persconferentie vandaag stelde de bewindsman dat ondanks alle tekortkomingen er toch wordt geprobeerd om de nodige onderhoudswerkzaamheden te verrichten. 50 jaar terug waren vele straten ook onder water. Toen had je minder bebouwing. Ik weet dat in die tijd rioleringen fijn opgehaald werden, het gras werd gemaaid, alles was goed, er waren geen pepflessen, je had alleen brood en kaas in die tijd, het waren moeilijke tijden. Dus, en het water stroomde toch ook niet, we waren onder water. En vandaag zijn we 50 jaar verder en we zien dat neerslagpatronen inderdaad veranderd zijn, er is meer bebouwing en inderdaad, we moeten toegeven, een beetje slordig milieu, heel veel. Rommel, zeg maar, weer in de grote kanalen, zee. Achterstallig onderhoud van jaren. In de loop der jaren hebben de regering ook minder aandacht besteed aan ontwatering. En misschien meer aan andere zaken. Maar dat is het resultaat vandaag. En in 2020, toen ik kwam als minister, was dit onderwerp als eerste. Noor-Mohamed herinnert eraan dat het vraagstuk van wateroverlast nog steeds hoog op zijn agenda staat. De enorme achterstand ligt op het gebied van onderhoud. Volgens Noor-Mohamed moet de overheid roeien met de riemen die zij heeft. Maar u hebt zelf gezien dat, misschien overdrijf ik soms als ik zeg er is geen geld, maar met de weinige middelen die het ministerie van OW heeft, en dat heeft meneer Jan-Mohamed gepresenteerd, hebben we landelijk, niet alleen Paramaribo, want dat is, iedereen wil hebben in Paramaribo, moet je alles doen, maar we ook mensen in het binnenland, we ook mensen in Nikeri, in Marowijne, hebben onze machines, aanbestedingen overal ingezet. Ook in Para, Marowijne, etc. U heeft het zelf gezien. We zijn regelmatig we hebben geprobeerd een grote onderhoud achterstand in te halen, en daarvan was watercrisis één. Watercrisis kostte toen, dat was een, ik denk hoor, grof durf ik te zeggen dat misschien 70% van de kanalenlozingen, misschien was het minder dan 50%, maar kijk even naar jullie, was opgehaald. Er zijn nog zoveel kanalen die misschien toen niet opgehaald werden, maar dat was een kostenplaatje van 150 miljoen. De minister merkt op dat het kostenplaat nu zeker 3 keer zoveel is. Het gaat om een bedrag van tussen de 500 en 600 miljoen SRD, dat niet mogelijk is gezien de huidige begroting. Noor-Mohamed benadrukt dat met de huidige begroting regelmatig onderhoud niet gegarandeerd is.